In deze video opening een Pokémon doos die voor 300 euro wordt doorverkocht. Maar deze Charizard Ultra Premium Collectie is niet de enige doos. Ik heb ook nog deze doos. Deze doos. Deze doos. Deze doos. Deze doos. Deze doos. En als laatste de Palkia V-Star doos. Ten slotte heb ik ook nog een heleboel Trigger Trade Packs. Die ik in de komende dagen weggeef aan één van jullie. Daarvoor moet je gewoon even abonneren, liken en een reactie achterlaten met het woord Halloween in je reactie. Vandaag gaan we wel enkel deze Ultra Premium collectie openen. Want je moest eens weten hoeveel spullen erbij komen in deze doos. Hier ziet je al een sneak peek, maar het is dus echt veel. Dus ik kan u zeker ook aanraden om te abonneren om gewoon deze video's niet te missen. Want er komen er een heleboel aan in de komende dagen. Als je deze doos in de winkel tegenkomt, heb je extreem veel geluk. Want ze zijn dus echt overal uitverkocht. Het is dan ook wel een premium product. Je hebt hier de Charizard. Dan daaronder heb je ook een Charizard V-Max. Als we dan even alles omdraaien, dan gaan we kunnen zien dat dit eruit schuift. En dan ontstaan er een heleboel lades die we kunnen openen. Dit product hier is ook al extreem indrukwekkend. Ik laat het jullie direct zien. Het is een playermat, maar de art die erop staat, de tekening die erop staat, is echt... echt vet. Een mega Charizard. Superveel explosie, superveel vuur. Dus dit is al het eerste wat je erbij krijgt. Ik weet niet wat er in welke lade zit, dus we zullen links beginnen. Amai. Een heleboel Pokémon packs. En deze kaarten zijn extreem vet. We hebben nu Brilliant Stars een paar packs gekregen. Lost Origins, Astral Radiance en dat is het. Maar er is nog. Eerst toon ik jullie de reden waarom ik deze doos wou. De Charizard kaarten die hierbij komen zijn zo vet. En we zien ook de codekaart van heel de Ultra Premium collectie. Die wilt je echt hebben. Dus ik geef die ergens in de video weg. Zorg dat je blijft kijken. Ik denk dat hier direct al de 3 Charizards in zitten. We hebben deze. Gewoon Charizard in het bos. Eerder klassieke Charizard. Dan hebben we de Charizard van op de playermat. Vette Charizard V-Max. En dan hebben we ook nog de V-Star. Deze hier. Dit is toch oprecht een klein stukje kunst. Je ziet hier Mewtwo die aan het vechten is met Charizard. Ik ga eens inzoomen. Om de details te appreciëren van dit kaartje moet je er echt even bij stilstaan. Want er staat zoveel op. Ik ben ook wel echt benieuwd welke van de Charizards jullie het vetste vinden. Maar ik vind deze V-Star de beste. Zo'n vette spul in het eerste ladetje. Maar was het er dan in de tweede lade? We vinden... wow. Holy moly. Nog meer packs. En... wat zie ik hier? Een ijzeren munt van Charizard. Je ziet het als je goed kijkt. Voilà, een Charizard. Ook een brullende Charizard die vuur aan het spuwen is. Aan de achterkant heb je gewoon het Pokémon logo met een Pokémon bal. Iets minder bijzonder, maar ik toon het toch. Een plastieke V-Star badge. Net hadden we al 8 packs. Nu hebben we er nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 extra bijgekregen. Om in totaal echt al keiveel packs te hebben die we vandaag allemaal gaan opendoen. Iets wat ik net merkte bij het opendoen van de lade was hier een boekje. Dit kun je zien als een beetje het einde van de Sword and Shield era. En wordt hier wordt echt alles uitgelegd. Van elke set, dus het begon met de Sword and Shield Base set, Rebel Clash, gaan we door naar Darkness Ablaze Champions pad. En zo eigenlijk heel dit verder. Als jullie hier meer van willen zien, dan mocht je even op pauze zetten per bladzijde. Maar bijvoorbeeld Silver Tempest is dan nog in november de 11e, de laatste set die we gaan zien van de Sword and Shield era. En nu heb ik nog één lade over en dan gaan we beginnen aan onze Pokémon pack opening. Maar wat zit er hier dan nog in? Extreem vette dices die een heel pak wegen. Dan de Slee. Oeh, nog 2 ijzeren munten voor het spel te spelen. En extreem vette sleeves met die gigantische V-Max Charizard op. Het is tijd om dit aan de kant te schuiven en de packs naar voren te nemen, want we hebben er heel veel te gaan. We hebben dus 3 packs van Brilliant Stars, Astral Radiance, Evolving Skies en Fusion Strike. Dan hebben we 2 packs Lost Origin en dan nog 1 pack Darkness Ablaze en 1 pack Vivid Voltage. Ik ga beginnen met die Brilliant Star packs en ik ga zo verder bouwen totdat we aan de pack zitten waar er maar 1 van bij is gekomen. Wow, deze is echt een strak pakje. We hebben die Bidoof aan de voorkant. En we gaan eens kijken, ik weet niet of ik elk pakje 1 stapje voor stapje ga doen. Het kan zijn dat ik wel eens zo ga doen. Aangezien dat we zoveel packs hebben om door te gaan. En de video mag natuurlijk niet saai worden.
hebben onze eerste Octillery Nice vette kaart. De laatste kaart is een Grim Snarl. Wat is de naam hier weer van? Het zijn geen trainer cards, maar... Als ik het goed heb, dan zijn dat trainer gallery cards. Nose Pass, net zo'n gigantische neus als ik. Eens kijken of we hier opnieuw een trainer gallery card kunnen vinden. Dat was wel een heel goed begin voor onze eerste pack van vandaag. Veel trainer cards wel. Waar zijn we naar op zoek? We zijn op zoek naar Charizard, dus Brilliant Stars. Maar we hebben Moltres gekregen. Ik heb deze doos trouwens niet voor 300 euro gekocht. Dat is de resell waarde. Ik heb die nog kunnen krijgen bij Pokémart. Heb ik die besteld, gepreorderd. En daar zijn ze volgens mij ofwel nog in stock ofwel net uitverkocht. Je moet eens kijken op zijn website. Als je er zelf eentje wilt kopen, daar heb je ze nog voor 150 euro. Maar ik weet niet of veel mensen wat hier naar deze video's kijken, Pokémon kaarten kunnen, 150 euro aan Pokémon kaarten kunnen geven. Het is veel, ik weet het, maar de kaarten die je ervoor krijgt zijn wel extreem vet. En die houden natuurlijk ook wel een soort van waarde vast. Een Mewtwo om het af te sluiten met de Brilliant Stars packs. Verder naar Astral Radiance dan. Daar was ik vorige keer heel tevreden van. Omdat ik toen die trainer gallery cards heb kunnen vinden. En net zoals in Brilliant Stars zitten die dus ook in Astral Radiance. We gaan eens kijken wat we in deze pack kunnen vinden. Je weet iemand trouwens hoeveel packs ik nu eigenlijk in totaal had? Was het 2x8, dus 16 packs? Of ben ik mis een mooie Exciter en een Eevee en een Heracross? Een Galade met als... Wow! Dat had ik niet verwacht, ik zag niks blinken. Een V-Star Rainbow Card, nice. Wie herinnert zich nog de video waar ik vorige keer bij... Zag jullie dat pakje openging? Dat was heel raar, niet op de lijmrand. Weet u nog vorige keer toen ik op zoek ging naar de Ultra Premium collectie die bij Celebrations uitkwam? En toen heb ik 200 euro extra moeten betalen. Dit is onze zeldzame kaart, de rest is niks bijzonder. Dus ik ben wel blij dat ik dit keer gewoon winkelprijs heb kunnen betalen. En ik moet toegeven, die dozen wat ik hier net liet zien, al die V-Star collectiedozen en zo, het was me allemaal wel een hele prijzige aankoop. Maar dat doe ik omdat ik deze week heb ik vakantie, ik heb herfstvakantie, veel van jullie hebben ook herfstvakantie. En dat betekent dat ik even terug tijd heb om heel veel video's op te nemen. Wow, een gigantische Magmite. Ralts, we hebben Sneasel, een Rapidash, laatste kaart is een Glaceon. Zo rap zijn we al klaar met de Astral Radiance packs. En gaan we door naar de Evolving Sky Packs, waar weliswaar een Rayquaza in zit die ik zo vet vind, maar die ook wel extreem duur is om zo aan te kopen. Dus je moet hem eigenlijk kunnen vinden als je niet direct 300 euro wilt uitgeven aan één enkel stukje karton. Eens kijken of we misschien heel veel geluk hebben en dan verdienen we ook al direct onze Ultra Premium collectiedoos van Charizard terug. Ik ben ook heel benieuwd hoeveel die kaarten wat erbij kwamen, die promokaarten eigenlijk waard zijn. Geen Rayquaza. Misschien hebben we meer kans bij het volgende pakje. Want die Charizard kaarten, uiteraard houden die zelf ook wel een bepaalde waarde vast. Wat ook wel helpt met de aankoop van deze grote collectiekist eigenlijk. Eens kijken of we meer geluk hebben bij dit pakje. We hebben die Lantern, Treasure Energy. Dan gaan we door naar het strand waar we een Dwebbel vinden. Teddy Ursa, Lotad. En de laatste kaart. Oh, weer niks bijzonder. Het is wel bijna Kerstmis en bijna Sinterklaas. Dus als je echt heel veel geluk hebt, kun je deze misschien vragen voor onder de kerstboom of in je schoen te krijgen. Het is in de winkel 150 euro, dus misschien als je geluk hebt en je vindt er hier en daar eentje, of misschien wordt er wel heel veel van deze gedrukt. Er wordt gezegd dat deze doos meer gedrukt gaat worden dan die van de Celebrations, dus dat deze normaal gezien beter en meer beschikbaar gaat zijn in de winkel. Op die Reverse Holo, laatste kaart, is een Appleton. Dat was wel niet veel goeds van de Fusion Strike, van de Evolving Sky Packs. Trouwens, ik ben het vergeten te zeggen aan het begin van de video, wat wel niet zo goed is. Maar ik ga vandaag de eerste winnaar aankondigen van de Trick or Trade Packs. Die van een vorige video, wat in de vorige video hebben deelgenomen aan de giveaway. Dus als je wilt zien wie er wint, kijk dan even door tot het einde van de video. Dan maak ik even tijd om te tonen wie de winnaar is. Allee, ik moet hem eigenlijk nog kiezen. Maar gaan gewoon rap door de comments scrollen. Iedereen die het woord Halloween gebruikt heeft. En dan vinden we wel snel een winnaar. Dan zet ik er ook een reactie onder. En op die manier weet die persoon zelf ook. Moest hij toevallig niet naar deze video kijken.
dat die gewonnen is. We hebben Snom, Dreepy, Makuhita, Rookidee, Carvana, Corviknight Knight is de laatste kaart. Ik ga er wel rap door, hè. Dat zijn wel veel packs. We hebben Chansey aan de voorkant. Misschien is dat wel onze lucky pack. 4 naar voor. Eens kijken. Ik ben wel benieuwd. Zijn er mensen van jullie op vakantie? Delcatty. Waar kijk ik naar? Wat is dit? Darkrai. Ah, ik dacht al. Ik dacht even dat dit zijn gezicht was. Zijn er mensen van jullie op vakantie? Want het is wel herfstvakantie. En is het ook herfstvakantie in Nederland? We hebben die Electrode die aan het ontploffen is. En onze eerste V-card van Fusion Strike. De Krambomibabel. Ik ben oprecht benieuwd naar wat we in die Vivid Voltage en in die Darkness Ablaze packs gaan vinden. Stel je voor dat ik bij het Vivid Voltage pakje gewoon even zomaar die dikke Pikachu kan vinden. Wow! Een Radiant Sneasler? Wat? Ik wist niet dat dat bestond. Weer al in die Lost Origins. En dan laatste kaart. Een Comfy. Met die aroma aan de zijkant. Wow. Dat is een vette kaart, man. Dan hebben we hier niet meer veel speciaals. Deze is ook wel mooi. Codekaartje voor jullie. Ik vind het wel heel leuk dat ze nu Radiant kaarten. Dat lijkt een beetje op een shiny kaart. Maar het leuke daaraan vind ik dus dat je eigenlijk weer twee kansen hebt om iets leuks te vinden. In de laatste kaartslot en in de voorlaatste kaartslot. En dit is niet goed, dacht ik. Zwart-groen is slecht volgens mij. Zo snel. Oh, wow. Oké, nee. Dit is niet slecht. Ik zag. Wow. Wat was dit? 1, 2, 3, 4. Vuur-energietje, denk ik. Gras. Er zit hier een gigantisch vette kaart onder. Met Choke. Welke kaart was dat? Welke set zijn we? Lost Origin. Wat kan daarin zitten? Ik weet het niet zo van buiten. We hebben Torton en... Oh, een Aerodactyl V-Star. Die Darkness Ablaze en die Vivid Voltage nog. Eens kijken wat we vinden in het Darkness Ablaze packie. Starly. Die vinden we sowieso al. Kak. Nee. Yes. Oude codekaart. Maar wel goede codekaart. Want bij die... Zagen jullie dat nu? Ik haal hier net een codekaart vanaf en nu is er opnieuw een codekaart. Is deze ook van Darkness Ablaze? Ja, twee Darkness Ablaze codekaarts. Hoeveel kaarten hebben we gekregen? Dan hebben we één extra kaart dan, hoop ik. Stel je voor dat dat onze zeldzame kaart was, dat ze zich vergist hebben. Oké, eens kijken of er iets bijzonders in zit. Dat was wel heel raar. Klink, Dun Spice. Hierna moet dan nogmaal een... speciale kaart zetten, maar het is geen speciaal. We hebben een Tivo. Voilà, is het laatste pakje. Vivid Voltage. We zijn er heel rap doorgegaan. Seedot. Geef ons... Wacht, hè. Ik wil nu niet de codekaart verklappen zoals net. Oké. Eén Vivid Voltage codekaart. Normaal gezien hier geen. Dat was dus wel echt een foutje van daarnet. Dit kan hier dus wel een big chunky Pikachu zijn. We gaan het zien met de Moomoo Cheese. Dan zou ik wel lusten bij de Soup Carolus. Zie je dat? Picky Pack. Mudbray. Joltik. Dit is de set waar ik YouTube mee begonnen ben. Alles komt me zo bekend voor. Ik heb die Shootle. Laatste kaart om af te sluiten. Oh, wel sick. Ik vind hem wel mooi. Zygarde. Holographic. We hebben 650 reacties op de vorige video. En de winnaar van deze giveaway van toen is deze. Colin Meijers. Halloween is echt een leuke feestdag. Je zit gewonnen. Dank voor het kijken. Doei!